We zijn hier in Reusel en we zijn hier op een terrein van Brabants Landschap. En daar gaan wij aan de slag met het planten van bomen. En dat doen wij in opdracht met en samen met Rijkswaterstaat, omdat zij elders bomen hebben weggehaald. Als Rijkswaterstaat zijn wij als wegbeheerder en als vaarwegbeheerder soms genoodzaakt om bomen te kappen. Dat kan zijn vanwege veiligheid, maar dat kan ook zijn vanwege ziekte van bomen of andere redenen. En we hebben niet genoeg oppervlakte om ook over te gaan tot herplant van bomen. En met dit initiatief zijn wij in die gelegenheid om dat wel te doen. Hier in Brabant gaan wij op 7 hectare, 3 locaties, zorgen dat wij die bomen compenseren. De herplantplicht wordt dat genoemd. We gaan op nog veel meer andere plekken bomen planten. En dit is één van de acties vanuit het actieplan Brabantse Bomen. We hebben hier een gemengd bos aangeplant met heel veel verschillende soorten loofbomen. Goed voorbereid op het veranderende klimaat. En over een jaar of 10, 20 hebben we hier een nieuw stukje bos en is Brabant weer een stukje groener geworden.